zijn dit dan? Black Balls. Goedemorgen, daar zijn we weer. Een nieuwe dag in Tokio. En ik heb er zin in, want vandaag gaan we naar Akihabara. Oftewel Akiba, de anime town. En dat is dus een wijk die helemaal gevuld is met anime. Je hoort het goed. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een heerlijk ontbijtje nemen. Een ontbijtje waar ik gisteren ook was. Oh, wat een heerlijk loopje. Het enige probleem was, ik was op zoek naar de zaak, maar ik kon hem nergens meer vinden. Waar is de zaak? Even zoeken. Maat. Yo. Of ik ben gek aan het worden, of ze zijn gewoon gisteren in één dag verhuisd. Het is één van de twee. Nee, maar... Maar ik weet zeker dat het hier was. Of we zijn er te snel voorbij gelopen. Is het misschien niet aan de andere kant? Snap je dat het tegenovergesteld is? Nee, 100% niet. Ja, wat we kunnen doen is teruglopen. A few moments later. Ik had de strijd al opgegeven, maat. Maar kijk, handdrip koffie. Ah, je hebt hem gevonden. Ja, dat had ik toch verkeerd gisteren. Gewoon daar, joh. Handdrip koffie. Oshino koffie. Lekker, man. Lekker, man. Ik is beginnen al te kennen hier, man. Omdat ik me blij dat ik mijn tentje heb gevonden, man. Ik had een strijd opgegeven. Ik was eigenlijk aan het balen, hè? Ja, man. Ja, toch? En dan zie ik deze. Dan geef je de strijd op en zie je deze Italiaanse tent. En dan denk je, ja, hier ben ik toch godverdomme niet van in Japan gekomen. Kijk, je hebt niks verkeerd met Italië of zo. Dat lijkt me lekker. Maar als ik naar Italië ga, dan wil ik naar de Italiaan toe. Ik ga niet naar 7000, 8000 kilometer reizen om naar, naar Italiaan te gaan. Zo Italië zowat om de hoek ligt. Nou, ik raak er echt geïrriteerd van. Gisteren ook, hè? Ja, man. Weet je, dan gisteren aan eten gaan we naar Wayback Burgers. Zou vast wel prima zijn. Ik heb daar ook geen hap gegeten. Ik verpikte het. Dan ga je naar een of andere Amerikaanse tent toe in Tokio. Je wilt toch eens de cultuur proeven? Ja, ik ben daar wel van, man. Ik heb wel gevoel dat ik een beetje te hard praat. Oh, ben je? Arigato. Ja, toch? Arigato. Oh, hey, konnichiwa. Konnichiwa. Can I have like two black coffees with the toast? Toast? Yes. Two coffees, two sitcha. And can I also have the egg slot? Egg slot, okay. Thank you so much. Okay, arigato. 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 Ja, man. Dat is zo vriendelijk. Ja, man. Dus ja, maar even lekker een beetje opladen en dan naar Anime City, man. Oh, man. Ik heb er zin in. Ja, toch? Ik ook, man. Dat is helemaal kut. Maar ik heb helemaal niet gevoeld dat we aan het eten waren. Man. Heel gierig, gelijk gretig weer. Ja, dat was ook zo lekker. Dat zag toch heel lekker uit, bro. Wel lekker genoten, man. Even een lekker ontbijtje op. Het heeft nog een 20 minuten geduurd met de translating. Ze hebben gewoon zelfs een taal-app erbij te halen. Ik heb nog net de burgemeester van bro Pinky niet erbij betrokken. Maar dus even wachten op de boys, man. En dan gaan we eindelijk een bucketlist dingetje afvinken. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in vandaag. Fuck, kom je hier vaak? Ja, man. Ik zit al een tijdje in deze taxi. Jongens, je hoort het. We zitten in de taxi. En we zijn onderweg, man, naar Anime City. En het weer is wel alleen maar slechter geworden, moet ik zeggen. Ik ben net ook echt gigantisch hard op mijn mel uitgegleden. Jammer genoeg staat het niet op camera. Anders had ik misschien een Enzo Knol vijgeltje kunnen pakken. Voor de mensen die dachten van, hey, Q, lekker man, die Japanese vlogs, we gaan er goed op. We zien ook nergens reclame erin. Zo, gaat het goed? Ja, ik ga goed. Ik heb volgens mij een slokje nodig. Een slokje van wat? Erp. Ja, die hadden ze niet verwacht hier in Japan. Maar ja, lekker. Ik bedoel, kijk, als je echt dorst hebt, hè, en je bent in Japan en je hebt erp bij je, ja, wat wil je nog meer? Hè? Dat maakt zo'n regenachtige dag alleen maar goed. Slokje erbij. Potje omhoog. Oeh, lekker smaakje, jongens. Zo, je blijft maar drinken. Zo, jij, joh. Echt lekker. Maar goed jongens, ook hier in Japan, Erp. Bedankt mijn strijders van Erp. We zijn ondertussen wel hele goede vrienden. En we worden alleen maar betere vrienden, joh. Lekker man. Wil je nou water drinken met een smaakje die puur is gebaseerd op geur en waarbij je zeg maar alleen maar de pot omhoog hoeft te trekken? Kom dan Erp. Link in de beschrijving. Zo simpel gezegd, zo simpel gedaan. So, you want to have a slokje Erp? Hij luistert niet. Hij wil dat niet, joh. Je moet eerst sumimasen zeggen. Sumimasen. You want also have some erup? Zo, hij wil gewoon niet praten. Ja, kijk, sommige mensen die willen geen erup en die weten niet wat ze missen. Net als deze taxichauffeur. Och jongens, lijp. Zoveel video's op YouTube gezien over deze wijk. En nu sta je er gewoon minder in, man. Onwerkelijk, man. En we zijn er pas net. Maar het is toch lijp dat zoiets bestaat, man. Dit is het toch niet in Nederland of ergens anders in Europa? Of noem maar wat op. Dit is sick, man. Dit is sick. Oh, dit. Nas. Ja, dit is ook jouw moment, hè? Ja.
Dit is ook jouw moment. Oh, take my money. Japan, take my money. Ja, dit trekt me al veel meer, man. Die arcadehals zijn leuk en zo, man. Maar wel, ja. Hier gaat het om, hier gaat het om. Ja, man. Wow, ze hebben gewoon Chainsaw Man ook. Ken je Chainsaw Man? Ja, man. Hij is echt hard. Hij is sterk. Hij kent hem niet. Ik ben op een level van, bro, take all my money, man. Ja, maar bro, we sturen. Oh, man. Voor 60 euro, hè. Take all my YouTube money. Oh, Android 16. Oh, dit? Oh, maat. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen, man. Zijn we bij winkel 2, man. Lopen ze allemaal helemaal de tieners. Oh, het is zo groot hier, ik weet niet waar ik moet beginnen, man. Dat is wel zo. Soms heb je gewoon vier winkels, denk je, ja prima, nu is het zo. Yeah. Wat gaan we doen? Oh, maat. Oh. Ik zeg eerlijk, man. Belasting gaat een jaar moeten wachten, man. Belasting gaat eventjes moeten wachten. Man, take my money alsjeblieft, man. Maar ik weet niet of ik een fijn gevoel heb of ik aan het stressen ben, maar ik gewoon niet weet wat ik bij moet beginnen. En ik weet wel, als je eenmaal gaat kopen, ga je kopen. Wat hebben ze zoveel hier, man. Nieuw hebben ze. Ja, jongens, er zijn zoveel winkels hier. Oh, maat. Ze hebben gewoon Gara. Oh. Hoe duur is dit? Hoe ga ik dit ook überhaupt in mijn koffer meekrijgen? Bo, jij houdt niet van Naruto. Jij houdt niet van One Piece. Je doet jawel. Hey, oké, okay, hoe heet de hoofdcharacter van One Piece? Itachi. Maat, ik ga mij vlug verzetten. Alles erop en eraan. Ik zeg jou later, man, bro. Shit. Ik zei al dat ik geen verstand had. Bo, ik ga mij vlug verzetten, alles. Wat zegt hij? Ik zeg tegen Chopmo, oké, als je zoveel weet van One Piece, toch? Hoe heet de hoofdcharacter? Ja. Ik film die man, weet wat hij zegt? Wat? Itachi. Nee. Hé! Hey. Maar kijk, ik was gek geworden zo. Bro, ik heb al met alle respect gezegd dat ik geen verstand heb. Ik wil jou de hele dag over Itachi praten, dus daarom dat Itachi gokte gewoon. Bro, mensen gooien gewoon dingen naar je. I'm sorry. Zo ongelooflijk, man. Ik ga gewoon... Bro, ik denk dat elke anime-fan jou wel mag, maar dat iedereen zijn hart gewoon aan het huilen is. Mensen willen hier naartoe als zeg maar... Mijn hart is gebroken. Oh. Man zegt niet dat je van One Piece. Nee, dat je van. Oké, maar wat is het wel? Ik wil het wel weten. Nee, kom er zelf maar achter. Bro, maat, ik dacht hele straat. Kijk hier, we lopen nog helemaal door. Bro, het is echt gewoon een wijk, man, bro. Perfect, toch? Bro, wij gaan niet meer naar huis vandaag, joh. Laten we kijken wat we vinden. Oh, die game panic trekt me wel aan, man. Ja, bro, ik vind het gewoon te groot, man. Ik weet niet waar ik moet beginnen, man. That's what she said. That's what she said. Het is ongelooflijk, jongens. Kijk waar we zijn. Zoveel te doen. Zoveel cultuur om te snuiven. Er is zeg maar van alles en nog wat. Je hebt anime bars, je hebt cafés, eetenten. Waar de godverdomme gaan we naartoe? Naar de Mackie. Ja, maar mijn hoofd kan er niet meer bij. Mijn hoofd kan er niet meer bij. Stop een klok in mijn reet en stort graag me de tijd. Het is, maat, ja. Het is niet normaal, man. Ik snap het gewoon niet. Ik ben gewoon stom verbaasd. Ik ben gewoon verslagen. Waarom moeten we praten? Ik wil allemaal weer bij de Mac. Mac is toch niet erg? Er zijn zoveel dingen. Ik vind die lokale tentjes hier gewoon. Kijk, jij denkt dat die lokale tentjes lekker zijn. Maar ik denk er anders over. Mac is gewoon vertrouwd. Oud en vertrouwd. Soldaten, represent. Wat is dat ineens, maat? Je haalt de mok gewoon nooit uit hem, hè? Dan komt het ineens met een vlag. Soldaten. Helemaal in werk bij.
Hey, deze is wel echt dik, man. Deze is wel echt dik. Chainsaw Man. Niet per se mijn favoriete anime of zo, maar het is wel iets wat ik sinds kort kijk, dus waarom niet? Yes, en dit was de zoveelste winkeltje. Alleen, ik raakte hier verdwaald en zoals je ziet ben ik de uitgang aan het zoeken. Kleine paardjes en ineens kreeg ik bijna een paniekaanval. Jongens, het werd heet, het werd warm. Ik raakte in paniek. Oh jee, waar zijn we nou? Dit moet naar links, naar rechts. Jongens, alsjeblieft. Ik kon die uitgang niet meer. Ik kreeg bijna een paniekaanval. Ik kon die uitgang niet meer vinden, joh. Het ging zo. Met al die smalle dingetjes en zo. Het was warm daar. En ik voelde gewoon die paniekaanval opkomen. Ik denk, nee joh, niet hier, joh. Och, zo even buiten lucht, jongen. Oh. Een petshop, Animal Café. Nee. Wij gaan naar Animal Café. Jawel, kom op, kijk hoe lief. Ik ga niet naar binnen. Hoezo niet? Vraag me niet hoe, maar ik heb Chatmo zover gekregen om naar boven. Ja, weet je wat het is? Katten nog wel, maar honden zou je me echt niet krijgen. Bro, kijk hoe eng deze kat op deze foto's eruit ziet. Vooral deze, bro. Voor jullie dat de kat er zo uitziet, maat? In Japan misschien. In Japan? Je wil zeggen dat ze in Japan. Ik heb nooit iemand gezien met een angst voor katten, man. Echt? Nee. Wacht. Nog niet de deur open doen. Ik wil eerst mijn schoenen aan hebben. Wacht. Ga je kei schoenen voor mij pakken? Wat? Faka Niffel. Ja. Hallo? Faka. We liggen aan het chillen hier. Daar komt het vliegtuig in. Vliegtuig is daar. Bing chilling. Zo. Die is ook kieskeurig, hè. Zo, deze is gewoon kieskeurig, joh. Deze doet kunstjes. Kijk eens. Trucjes? Hij doet trucjes. Kijk hier. Bing chilling. Hey Chatmo, oprecht? Ik vind het wel gewoon tof, man. Je hebt een soort van angst over honden, man. Het is helemaal niet zo eng als dat je dacht, hè? Ik zeg eerlijk, met honden zou ik wel echt bang zijn. En we zijn weer in de volgende story. Het ding is, ik heb al veel toffe dingen gezien. Maar ik ben toch wel echt op zoek naar een unieke Itachi piece. Dat is wel iets wat ik echt wil hebben. En dat ben ik nog niet tegengekomen. Wel Itachi tegengekomen, maar iets waarvan ik denk van ja, dit is het. Echt zo'n item waarvan je denkt, take my money. Die heb ik nog niet gezien. En ik weet ook niet of we hem gaan vinden eigenlijk. Ik zeg jullie eerlijk, dit ziet er wel uit als de Rolls Royce van de straat. Dit ziet er wel uit alsof er hier zeg maar van alles te vinden is. En voor de mensen die zich afvragen wat daar bovenop staat, dat weet ik ook niet. Kijk, wat ik verwacht van de Pokémon Center. Je hebt Pokémon Center, ja? Ja. Het gebouw moet kloppen, ja? Ja. Net als een Pokémon Center. Je weet een beetje zo rond. Je moet naar binnen lopen en je moet dan die tune horen. Een van die tracks moet je horen. Als dat dan niet gebeurt, teleurstelling. Goed, zou kunnen. Misschien zijn ze niet zo creatief als dat zou moeten zijn. Dan moet er op zijn minst een zuster Joy zijn. Snap je? Eentje met een boenda. Er moet ook een ding zijn. Een Chansey. Er moet ook een Chansey zijn. Dus dat verwacht ik. Dat is de verwachting die ik heb. Als dat er allemaal niet is, laten we dan op zijn minst hopen op Sister Joy. Het begint wel goed. Het ziet er wel mooi uit. Zeker weten. Ik wil gewoon niet te enthousiast raken, want straks is het niet dat wat het is. Hey, maar boys, we blijven gewoon staan. Hier, op verdieping 1. Oh, we hebben op geen knop geklikt. Zo. Oh jongens! Ik zeg het eerlijk man, dit is wel licht. Dit is wel licht. Zo, ik ben toch vaak, vroeger vaak vergeleken met deze. Jongens, ik zeg eerlijk, het is wel licht man, het is wel. Ik hoor de tune niet, maar het maakt niet uit. Het ziet er wel ziek uit. Het ziet er echt ziek uit man. Ook gewoon dat Pokémon, ik krijg wel Pokémon Center gevoel man. Wauw man. Oh, hoe groot het is. Dit is Tantoid. Dit is. Gewoon een museum van allemaal shots uit games, man. Van screenshots. Wow, dit is nogal nostalgisch, man. Oh man, ik had. Bro, wanneer je net begint met. Wanneer je zeg maar net met de game begint. Dan kom je professor ook tegen. Ik word er bijna emo van, joh. Dit is gruwelijk, man. Dit is misschien het gruwelijkste wat ik de hele dag heb gezien vandaag. Het is onze jeugd, hè? Het is echt onze jeugd. Thank you.
van je. Niet normaal, joh. Ik weet niet waar ik moet beginnen, jongens. Oh man, dat is weer zo gruwelijk. Zoveel dingen, ik wil laten we een beetje kijken. Ja man, take my money. Shut up and take my money. Ja man, wat moet ik zeggen man. Ze moet aan mij liggen. Oh, Miu, ik zie Miu ook ineens. Hoeveel kost deze? Oh. Ja, eigenlijk dat is het. Je blijft maar doorgaan, joh. Gewoon halen, joh. Die belasting die schijnt toch volgend jaar maar betalen. Oh ja, voor volgend jaar hebben we de belasting. Oh, maar welke moeten we nog meer halen, joh? Ja, maar ook zeg je eerlijk, alles is leuk. Wel man, joh. Deze Pikachu had gewoon een Afrikaanse vader. Deze Pikachu is gewoon net als mij, maar die is gewoon heel black. Ja, dat is mooi toch? Gewoon af, toch? Hij is wel hele leuk, ja. Dit is gewoon de Black Pikachu, man. Ik waardeer het. Oh, is dat Pikachu? Ja, Pikachu. Ja, nu pas zie ik het, man. Ja, of het is weer een van de nieuwe, dat kan ook, hè. Misschien is het een kind van Pikachu. Maar heeft Pikachu een kind gekregen met een African Pokémon. Ja. Want anders krijg je niet zo'n afro. Je kan mij vertellen wat je wil. Pikachu, die houdt van BB. Laat maar zitten, jongens. We gaan door. Hallo. Ik ben er te lullig en bui. Maat, ik moet echt stoppen hier, man. Er ligt te veel hier. Hier trekken ze toch mensen mee leeg, man. Oh, jee. Je weet het gewoon niet meer, hè? Ik zie het gewoon. Zo, ja, dat is echt zo. Ik wil gewoon alles pakken. Ja, en dan wil ik nog fucking veel Pokémon voedsel. Dat is echt marketing tot de top, hè. Zeg maar, ja, wat erin zit heeft niks, is niet doorgemaakt door die Pokémon's. Huh? Maar toch koop je het. Wat zijn dit dan? Black Balls. Ik lach alleen maar. Het is toch een black ball? Ja, ik zeg dat niks verkeerd, bro. Je gaat helemaal stuk achter die cameraatje van je. Did somebody say black balls? Oh shit. Oh god. We zijn te lang wakker vandaag, man. Zou dat wel zijn? Ja, we zijn te lang onderweg. Ik dacht misschien dat komt het door die muziek, weet je? Ja, man. Oké, jongens, wij zitten ondertussen weer in het hotel. Geslaagde dag. Trouwens ook een van mijn nieuwe petjes die ik heb gekocht. Leuk petje. Maar goed, dat wou ik niet zeggen. Wij zijn... Oké, hoe moet ik dit zeggen? Dus je hebt zo'n Google Assistant en daarmee kan je zeg maar iets inspreken als je in een ander land bent en dan hoort de persoon zeg maar wat je hebt gezegd. Maar nu hebben we een nieuw spelletje. We zijn echt net buiten. Ja, je weet toch, als je anime kijkt, hoor je toch altijd van die Toren, Jim, wat nee, allemaal zo dat geluiden toch? Ja. Maar als je dat gewoon inspreekt, je krijgt gewoon een verhaal van hem terug, weet je. Ja. Check. Oké, zeg wat. Wat zeg je nog, corona, dat rintje met haar. Ik zag een tv-station waar het vier. Oh, zeker, dan ben je toch met de tijd te denken. Ik denk dat het goed is om even terug te komen. Bro, ik dacht in te beginnen, bro. Oh, bro, laat mij iets proberen. Morning, Anasi. Tonnee, alleen ooit neer. Gaat me bidden, wat doen we nu? Nana Samori, ik heb iets vergeten. Nana Samori, ik heb eerder zo gegeten. Oké. Baka met zo'n kotje, maar dat kan niet, want die kind zijn dood. Er zijn ook genoeg computers. Zou ik zeggen, we proberen zo'n anime chick daar te doen. Ja. Wij Moria zo zijn alle oudere zussen op T-shirt. Moriaso zijn alle oudere zussen op T-shirt. Oh, ik ga goed van me. Probeer eens een heel lang gesprek, hoor. Gewoon een heel verhaal te vertellen. Wat doe je? Ik ga terug naar huis in Sapporo zodra de eieren uitveren. Wat? Ik ga terug naar huis in Sapporo zodra de eieren arriveren. Sommige dan gewoon dan te doen zijn. Sommige dan te doen zijn. Zijn ze zo te molen.
Het gezicht van de bril is lang, dus je kunt het stoppen en vlekken op je buik krijgen. Buikpijn. Oh, God. Ik heb al mijn buikpijn.